Leuk nieuws bij de molen in Elspeet. Daar is iets voor het eerst gaande. Molenaar Wim. Nou, toen ik hier vorig jaar begon, toen moest er nog van alles bedacht worden eigenlijk. En toen kwamen we op het idee, we gaan hem weer maalvaardig maken. Er moet weer graan gemalen worden. Want we konden wel draaien, maar niet malen. Nou, afgelopen twee maanden, zijn we met een aantal molenaars uit Putten. Die hebben ons geholpen. En die hebben ons geholpen om de steen helemaal schoon te maken, eruit te halen, opnieuw te stellen, opnieuw te smeren. Het hele maalkoppel is weer perfect nu. En vandaag zijn we voor het eerst aan het malen. Ja, een bijzonder moment. Wil het ook een beetje? Nou ja, nu even niet. Maar de hele ochtend heeft hij goed gedraaid. We hebben de eerste zak meel hebben we beneden al afgeleverd. En we denken dat de wind zo weer gaat aantrekken. En dan draait hij wel weer. Dus het is gelukt. De kwaliteit is heel erg mooi. Teunissen die heeft er ook bij geholpen. Dat is een molenaar in opleiding. Maar die is ook beroepshalve met granen bezig. Dus die kan dat heel goed beoordelen. Ik heb wel veel meel in mijn handen. En het komt er heel goed uit. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat snap ik. Is dit ook voor consumptie bedoeld? Uiteindelijk wel. Dat is ons doel. We hebben zelfs natuurlijk een doel. We gaan die molen weer in werking zetten, laat maar zeggen. En daar werken we wel naartoe. Om dit weer te verkopen, inderdaad. Maar gaat er nog heel veel tijd in zitten voordat het zover is? Nou, we hebben er al heel veel tijd in gestoken. We zijn nu al toch een paar maanden bezig, sinds vorig jaar eigenlijk. Ja, niet dagelijks, maar we doen dit als vrijwilligers, dus we doen dit een paar uur per week. Maar er gaat nog wel wat tijd in zitten, ja.